vanmorgen kijk eens van, hallo thuis. Wat is het toch mooi dat ik elke dag, dus ook weer vandaag, jullie een goede morgen mag wensen. Dus nogmaals, een hele goede morgen. Hebben jullie gisteren een fijne zondag gehad? Blij dat je weer bij elkaar op bezoek komt? Natuurlijk nog steeds niet knuffelen. Wel handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog. En 1,5 meter afstand houden. Is het allemaal gelukt? Ik merk dat je elkaar soms even moet helpen herinneren. Jullie ook? Mijn dochter bijvoorbeeld woont niet bij ons, maar woont in Amsterdam. En ja, als ze dan op bezoek komt, wil je elkaar toch even omhelzen, even knuffelen. Dat ben je zo gewoon van al die jaren. Maar nee, dat kan niet. Jammer. Maar het belangrijkste is natuurlijk toch dat je weer bij elkaar bent. Dus met elkaar scherp blijven en elkaar scherp houden. Intussen zijn we overal hard aan het werk om de dagbesteding en de werklocaties zodanig in te richten dat iedereen zich ook daar kan houden aan die 1,5 meter. Niet alles zal dus meer hetzelfde zijn. Maar het goede nieuws is dat 2 juni overal weer een bepaalde vorm van dagbesteding of werk is. Heerlijk toch? Gelukkig kun je deze week al wel gewoon naar buiten wandelen, fietsen. En dat is heel goed te doen met die 1,5 meter. Toch, lekker de frisse lucht in. En weer terug op locatie? Ja, dan hebben wij natuurlijk ook voor vandaag weer een prachtig programma bij Hallo Thuis. Een fijne dag en natuurlijk tot morgen!